Donderdagavond werd op verschillende plaatsen in Nijmegen stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking. Op de Kitty de Wijze plaats las burgemeester Bruls namen voor van Joodse slachtoffers. Marion Beem. Johan Martin Ludwig Berend. Laura Caroline Berend Rothschild. Peter Max Berend. Eduard Bernstein. Norbert Bernstein. Jutta Bernstein. Witte Mirjam. Vervolgens ging het gezelschap in een stoet naar het Keizer Trajanusplein, waar om 8:00 twee minuten stilte werd gehouden en kransen werden gelegd. De avond werd afgesloten in de vereniging met een speciaal herdenkingsconcert. Vrijdag werd voor de 7e keer het Nijmeegs Bevrijdingsfestival georganiseerd door het 4 en 5 mei-comité en het poppodium Doornroosje. De vrijheid werd gevierd met een programmering die volledig in het teken stond van R&B, dance en hip-hop. Met artiesten zoals Delict, Linde Schöne, Jonna Fraser en Donny. Het Bevrijdingsfestival werd geopend met een optreden van zowel de jury als de publiekswinnaar van het derde Freedom School Festival. Ook in Beuningen wordt vrijdag de vrijheid uitgebreid gevierd. Op Vrijpop, een speciaal bevrijdingsfestival, zijn verschillende artiesten te bewonderen, zoals Tavernier, Meneer van Santen en Taxidermist. Ook aan de kinderen was gedacht. Op een speciale workshop werden ze omgeschoold tot echte circusartiesten. Aan het begin van de middag is het nog vrij rustig, maar de organisatie verwacht dat het publiek in de loop van de dag zal toestromen.